Dames en heren, in dit volgende deel gaan wij naar de Eden Club. Samen met Henk om te kijken wat daar aan de hand is. Er schijnt een moord te zijn gepleegd. En er schijnt een android involved te zijn. Dus ik ben wel benieuwd wat hier gaat gebeuren in de Eden Club. Je weet het maar nooit, hè. Je hebt toch, toch weer een plaats waar veel mensen komen in een club. Die mensen die hebben niet heel veel respect voor androids. Dus ik ben benieuwd. De sexiest androids. Oh. Oh. Kom aan met de auto van Henk. Oh, Henk ligt te pitten. Oh, feels like somebody's playing with a drill inside my skull. Nou, je niet veel moeten drinken, Henk. This is the place. It's the address in the report. Right. Okay. Kom op, Henk. Let's get going. Kom op, Henk. Wij kunnen dit. Henk is nog steeds onze vriend, hè, staat er. En we hebben die vage software instability. We hebben die ambulancebroeders misschien nog iets te vertellen hier. Die staan daar hier voor niks. Androids in town. Now I know why you insisted on coming here. Follow Henk. Oké, we kunnen niet naar de ambulancebroeders. Deze agent hier, daar kunnen we ook niks mee. We moeten Henk volgen. Nou, Henk. Sexiest androids in town. Kijk, ze staan. Kan ik die nog inspecteren, deze chickie? Oh. Oh. Connor, what the fuck are you doing? Coming, lieutenant. Sorry, ik alleen kijken. Ik doe verder niks. Rustig aan, joh. Occupied, die rechterdeur. Hey, Hank. Hey, Ben, how's it going? It's that room there. Oh, by the way, Gavin's in there, too. He's Gavin. Oh, great. Dead body and an asshole, just what I needed. He's Gavin. Hank? Lieutenant Anderson is... Okay. Oh, hey. What the fuck are you doing here? We've been assigned all cases involving androids. Oh yeah? Well, you're wasting your time. There's some pervert who got more action than he could handle. We'll have a look anyway, if you don't mind. Come on, let's go. It's starting to stink of booze in here. Good night, Lieutenant. Nou, laten we eens even wat onderzoek gaan doen hier. Investigate the crime scene. Nou, inderdaad. Hier ligt een android die ook dood is, lijkt het. De diagnose stellen. Critically damaged. Ja, dat is wel duidelijk. Komt blue blood uit haar neus. Oh, Connor, you're so disgusting. I think I'm gonna puke again. Dan kunnen we het serienummer van bekijken. WR400. Is hier verder nog wat te vinden, behalve de victim en de ding, bijvoorbeeld hier bij de computers. Kijk, choose your fantasy. Er ligt een broek, er ligt een portemonnee. Wat is hier? Drank, een zonnebril. Is dat nog relevant? Lijkt er niet op. Nou, laten we even die Henk is aan de weg, jongen. Dankjewel. De victim. Onderzoeken. Hij is dood. Michael Graham. Ja, dat hij dood is, dat hadden we ook al wel door. Severe bruisings, strangulation. Oké. Okay. Heart attack, not cause of death. Oké. Okay. Hij is strangulation staat er. Victim was strangled. Ja, dat hadden we al gezien. Door die android? He didn't die of a heart attack. He was strangled. Ja. Yeah. I saw the bruising on the neck. Maar als zij dat gedaan heeft, waarom zou ze dat doen? Reactivation required. Repair the android. The only way to access its memory is to reactivate it. Think you can do it?
Gaan we ons best doen. It's badly damaged. If I can, it'll only be for a minute, maybe less. I just hope it's long enough to learn something. Nou, laten we dat hopen inderdaad. Oh. Rustig, rustig. Ik kom in vrede. Calm down. Everything's all right. All we want is to know what happened. Is he dead? Ja, hij is dood. Tell me what happened. He started hitting me. Hij werd agressief. Oké. And again. Did you kill him? No. No, it wasn't me. Were you alone in the room? Was there anyone else with you? He wanted to play with two girls. That's what he said. There was two of us. What model was the other android? Did it look like you? Oh, dat was het. Maar er waren dus twee androids. Er waren twee androids. Dat kunnen we vast zien op de camera. So there was another android. Ja. Yeah. This happened over an hour ago. It's probably long gone. No. It couldn't go outside dressed like that unnoticed. It might still be here. Ah, zoals bij elke crime scene waar wij geweest zijn, was de deviant nog op de plaats. Camerabeelden, jongen. Maybe an eyewitness, somebody who saw it leaving the room. I'm gonna go ask the manager a few questions about what he saw. You let me know if you think anything. Gaan we doen. Cabine 9, daar kijk ik automatisch naar. Laten we eens kijken, want 8 is leeg. Zouden ze naast elkaar kunnen zitten? Need human fingerprints. Hank, ik heb jou nodig, joh. Excuse me, lieutenant. Can you come here a second? Found something? Maybe. Dan gaat Hank voor zijn hoer betalen. Can you rent this, Tracy? For fuck's sake, Connor, we got better things to do. Please, lieutenant. Just trust me. Komt natuurlijk weer in zijn gegevens te staan. Bij het politiebureau. Hello. A 30-minute session costs $29.99. Please confirm your purchase. This is not gonna look good on my expenses. Nee, inderdaad, dat wou ik zeggen. Purchase confirmed. Eden Club wishes you a pleasant experience. Delighted to meet you. Follow me. I'll take you to your room. Okay, now what? Oh, probe, dat was gevaarlijk in een eerder deel. Holy shit. What the hell are you doing? Daar loopt iemand naar buiten. Ah, we kijken waar zij kijkt. A blue-haired Tracy headed towards the entrance. It saw something. What are you talking about? Saw what? The deviant leave the room. A blue-haired Tracy. Club policy is to wipe the android's memory every 2 hours. We only have a few minutes if we want to find another witness. Hij heeft misschien ook iets gezien. Hey, what am I supposed to do with this one? Let's try this one. This better be worth it. Ja, daar loopt ze. It turned back into the club. Oké. Okay. Als het daar is, dan heeft die elf misschien wat gezien. Then go for it. Deze elf staat hier dan goed. How are you gonna tell which one saw the Tracy with? Nee, die was met die man aan het praten. Die levert niks op. No. Zij misschien. Want als die Tracy hier loopt, of die 17. I lost its track again. Die 17 zou ook kunnen. Kom op, Henk. Ja, daar.
It turned to the Red Room. The Red Room. We weten dat ze Blue Hair Tracy in de Red Room is geweest. Ja, dat moet een van deze gasten zijn. Misschien zo'n man. Henk, regel jij even een man. Ja, daar gaat ze, daar gaat ze. In die zijkamer. Ze is hier de zijkamer ingegaan. Ja. Blue Hair Tracy is hier de zijkamer ingegaan. Mogelijk heeft hier hij nog wat gezien. Henk geeft hier honderden euro's uit aan de rare beesten. Daar ligt iemand te roken. Nee, hij ziet niks, hij ziet niks. Ik didn't see anything. I made a mistake somewhere. This has got to be the most expensive investigation of my career. Dat denk ik ook, Henk. Daar gaat ze. Daar gaat ze. Verstopt in een kamer. In die available room. Daar is hij ingegaan. Daar gaan wij dan ook in. Is hier dan een Blue Tracy? It left the room. Hoe dan? Heeft die schoonmaker wat gezien? Kunnen we dat vragen aan deze schoonmaker? Ja, 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 daar was ze. It fled through the staff door. I know where it went. Follow me. Oh, fucking A. This is crazy. Kom op, Henk. Wait. I'll take it from here. Okay, Henk. Maar wat gaat hij nou doen? Die bot met blauw haar aanvallen? Henk, wat ga je doen, jongen? Wees voorzichtig. Met blue hair. Shit, we're too late. Die hebben geen blauw haar. Zij heeft blauw haar, analyse. Er loopt een bloedspoor. Er loopt een bloedspoor. Kijk. Ja, hier staat er een met blauw haar. Zij. Is die het dan niet? Hier in deze kist kunnen we er nog in kijken. Oh, dit is een tijdschrift. Ik kan niet in die kist kijken. They get used till they break and then they get tossed out. Hierachter is iets te vinden. RA9 staat er weer op de muur. Er staat weer RA9 op de muur. Dat vinden we overal. Henk, je staat in de weg. Henk, ga weg. Ik wil lopen. Henk. Loop. Dankjewel, Henk. Oh, hier gebeurt iets. Een filmpje. Is dit de ontsnappingsroute? People are fucking insane. They don't want relationships anymore. Everybody just gets an android. Hier ligt kleding. Hier hangt kleding. They screw when you want. You don't have to worry about how they feel. Daar is een camera. We're gonna be extinct. Een wasmachine. Everybody would rather buy a piece of plastic than to love another human being. Beats me. Wacht. Wordt hier nu was gedaan? Is daar iets te vinden bij die wasmachines? Daar lijkt het niet op. Search Blue Blood Trail. Ja,
Hier, dat vinden we dan toch. Oh, die moeten we gewoon volgen, dat is het. Kijk, Blue Blood, ze leeft, ze geeft licht. Oh, ik word aangevallen. Don't move! Dus ga ik. Waarom worden we aangevallen door sekspoppen? Wat is deze? Hek. Is wel een sterke pop. Gooi pop tegen pop. Hek, rustig jongen. Poppen helpen elkaar. Die poppen helpen elkaar. Waarom? Ze houden handen vast. Zijn die poppen verliefd op elkaar? Plaats. Henk, jongen, help mij. Ik ga jou niet killen. When that man broke the other Tracy, I knew I was next. I was so scared. We komen hier niet om jou te killen, jongen. I begged him to stop, but he wouldn't. And so I put my hands around his throat and I squeezed until he stopped moving. I didn't mean to kill him. I just wanted to stay alive. Get back to the one I love. Die poppen, die worden verliefd op elkaar. Wat is deze? Make me forget about the humans. Poppen, androids. The smell of sweat and their dirty words. Come on, let's go. Henk, die denkt ook. Henk, omhoog. It's probably better this way. Henk heeft nog meer respect voor ons dan dat hij al had. Henk heeft nog meer respect voor ons dan dat hij al had. En we hebben dus gezien dat androids in een keer gevoelens hebben voor andere androids. De deviants zijn ontsnapt. Maar Henk kreeg daardoor respect voor ons. Ja. En die RA9 hebben we weer gevonden. Het is toch wat. Het is toch wat. Henk heeft ons geholpen. Rustig blijven is ons gelukt. Ja. The Eden Club. Henk is onze vriend. De software instability die ging ook even omhoog, zagen we in het ding. Wat dat dan oplevert, dat weet ik niet. Maar ja, het lijkt erop dat wij twijfelen aan het feit dat androids maar androids zijn. Maar dat we daadwerkelijk menselijkheid in ze terugzien. Daar lijkt het op. We hebben de Eden Club gecompleteerd. En dat betekent dat we ook deze video gaan afsluiten. Ik hoop jullie weer graag te zien in het volgende deel. Bedankt voor het kijken naar dit deel en graag tot dan!